Michael Nesmith en de First National Band en we draaien van Silvery Moon. Er zijn misschien ook nog wat dingen wat je zegt van, ik snap het eigenlijk niet helemaal. Nou, er zijn mensen die alleen op zondag luisteren, omdat ze door de week gewoon geen tijd hebben. Hard aan het werk, eigen zaak, je kent dat wel. Die wil ik niet zomaar eventjes in het donker sturen, als je snapt wat ik bedoel. Dus vandaar 10 speciale mensen daar in Arnhem en Oost en dergelijke. Allemaal de hartelijke groeten. We nemen nog wel contact met elkaar op, dat kan niet uitblijven. Zo zijn er altijd mensen die regelmatig schrijven. Ook die wil ik van harte bedanken. Ja, en al die mensen die er helemaal geen aan vonden, die wil ik ook bedanken voor het geduld wat ze hebben gehad. Dit is een boodschap voor kritische oren over Tets audiocassettes. De beste tape ter wereld? Oordeel zelf. Kies Tets cassettes. Do, re, mi, fa, sol, la, si, Tets. Tets audiocassettes, wereldwijd vaak als beste beoordeeld, door bozen op de markt gebracht. En nu mijn laatste. Wizard. See My Baby Jive. Nou, ik ben blij dat ik dat alleen zie en jullie lekker niet. Zo, dat was het dan. Deze laatste hitmuseum voor mij. Nog 5 afleveringen van Windkraft 4 tot 6. En dan zit het er echt voor me op. Ja, dat is een heel vreemd gevoel, Wim. Ben je weer sentimenteel? Ik er niet. Ik kijk wel uit. Ik ben een beetje moe, maar dat is logisch. Dat heb ik altijd op zondag. Wat zit je te tikken? Oh, niks. Oh. Goed, laat maar. Zometeen het nieuws gelezen door Luc. En blijf luisteren, want zometeen heeft Wim nog een hele stapel te mooie platen voor. Een beetje leuk zo. Ja, Wim, je zult toch wat aan je decibellen moeten doen. Je moet niet te horen. Aan mijn decibellen doen. Wat zeg je? Je moet kijken, ik heb een min 50 staan. Nee, wil jij over we die hebben muziek? Nog 25 seconden. Dat moet je niet verklappen, dat is de aardigheid eraf. Zij denken dat we dat zo bop uit het hoofd doen. Moet je nou een beetje leuk zo die zondagmiddag? Vertel dat zomaar hoor, want je komt er weer niet bovenuit. Het verhaal is oneindig. Prettige dag verder, geniet nog een beetje van de zon uit de wind. En je weet het, hè, na een half uur omdraaien. Eet smakelijk en dat soort dingen. Graag tot morgen, doei. Techniek Ad Roberts, dit is Luc Dardin. Premier Martens van België zou het onvergevelijk vinden als de komende Europese topconferentie er niet in slaagt een nieuwe manier van financiering te vinden voor de Europese gemeenschap. De satelliet schijf van de Nick Straker Band, A Walk in the Park, 3:30 over 4. Emmer Dolle met die trompet, dus... Inderdaad. Het is 4:30. Je hebt nog een stukje hitmuseum te goed. Daar ben ik verantwoordelijk voor. En ik hoop dat je een beetje lol hebt tot 6:00. Dit is The Rain van de Beatles. Maar de zon schijnt. Try. Oh, give it
Marcia hoorde je met Young, Gifted and Black. Ik zit met twee problemen. Het eerste probleem is dat ik een dropje in mijn mond heb. Nou, trouwe luisteraars van dit gedeelte van het Hitmuseum weten dat dat wel meer voorkomt. Ander probleem is, ik heb klaarstaan de Casuals met Jasmine. Nou, zit er aan het begin, denk ik nog verstaan, maar een vuiltje. Dus dat springt over zometeen. Dus moet je even diep ademhalen, je oren dicht. En na die ene keer, dan gaat het goed. Komt-ie aan. Hij springt helemaal niet over. Uit de jaren 60, de Casuals met Jasmine. Het is de hoogste tijd, als u dit muziekje hoort, voor onze boordmijmeringen, de wekelijkse boordmijmeringen, voor u geserveerd door correspondent Ad Roberts. We noemen dit programma-onderdeel de boordmijmeringen. En inderdaad, een mens mijmert hier soms wat af. Neem nou van de week. Ik bedoel, dat kom je in een gewoon vak toch niet tegen. 'S Ochtends om 4:30 eruit, oké. Maar dat je dan op een schip blijkt te zitten dat niet vaart, maar stil ligt, en dat er verder niemand wakker is op de technicus na, die na je verschijnen een middengolfzender voor je gaat aanzetten, en dat het boven een rustige zee langzaam licht wordt. Ik bedoel maar, je gaat naar de keuken, maakt een bakje koffie en slentert naar boven, naar de studio. Als daar alles in gereedheid is gebracht, druk je om 5:00 precies wat knoppen in en hopla, daar gaan we weer voor een nieuwe dag.
Voor je gevoel zijn er dan maar twee luisteraars. Die technicus, beneden in de zendkamer. En jezelf. Dit alles overdenkende kon een onze medewerkers van de week dan ook 's ochtends vroeg op het achterdek worden aangetroffen. Rustig wandelend, handen op de rug. Zijn schoenen nat van de dauw, starend naar het kabbelende water. Zijn enige gezelschap was een slapende duif. Over duiven gesproken. Inderdaad, duiven of liever een duivenplaag. Als jullie op de radio die duivenberichten horen, dan denk je zeker dat ze meteen, na het lossen heet dat geloof ik, met gezwinderspoed terugvliegen naar het baasje. Ja, dank je de koekoek. Halverwege de reis komen ze eerst hier even uitrusten. En niet een paar uur of zo. Nee, een paar dagen. En slim, hoor, die beesten. Sommigen vervoegen zich onmiddellijk in de voorraadkamer om daar het ontbijt, de lunch of het diner te nuttigen. Er worden inmiddels tegenacties gepland. Gisteravond vroeg iemand zich af hoe een duivenpastei zou smaken. Verder zijn ze misschien wel handig voor het vervoer van interne mededelingen. Zo van, vlieg jij met dit briefje maar eens naar de kombuis, want ik zou best wat lusten. En wie weet, er zijn er nog andere mogelijkheden. Mochten er één deze dagen wat vreemde geluiden uit uw luidsprekers opstijgen, bedenk dan dat het duivenvolkje onze taak wel eens overgenomen zou kunnen hebben. En dat wij van onze welverdiende rust genieten. Dit is het jaar van de hits. Gingen we voor de tweede keer terug naar 1983. Dit keer met Robert Plant. Je hoort trouwens Phil Collins op het drumstel. En het nummer heette Big Lock. Een zware melancholie van de heer Plant. Zometeen een racing car van Air Bubble, als ik het goed zeg. Afvallen, 1 kilo per dag, geen probleem meer met het vernieuwde 2x2 dagen slank van Pranavi. Tijdens de 2 dieetdagen gebruikt u naast het dieet 3 keer per dag een appel of een sinaasappel en 's avonds eet u lekker wat worteltjes of stukjes komkommer. U houdt 2 dagen dieet en kunt daarna weer 2 dagen normaal eten. Bij het 2x2 dagen slankpakket zit een hoeveelheid totaalvitamine en het bekende natuurproduct, de kelp-lecithine-tabletten van Pranavit, die ervoor zorgen dat u slank en op gewicht blijft. Het vernieuwde 2x2 dagen slankdieet van Pranavit is nu verkrijgbaar bij de Eurodrogist. Grote bult op zijn kop. Als hij het allemaal van tevoren geweten had, dan was hij er niet in gaan zitten. Nee, stom natuurlijk. Even kijken, wat hadden we daar ook alweer? Crowded House, ja, dat is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Eerst een heel groot succes daar en nou hier. Don't dream, it's over. Die oude plaat in het hitmuseum zit af en toe wel eens iets actueels. Nou, daar is dit een voorbeeld van. Crowded House, Don't Dream It's Over. Bij de volgende zou je ook kunnen zeggen dat het actueel is. Want meneer Smokey Robinson, die kwam gisteren met grote stappen. Nou, 44. Kwam die de hitparade binnen. De top 50 met The Tracks of My Tears. Maar ik draai hem als gauw ouwe, mag dat? Say I'm the life of the party girl.
sorry dames, ik denk dat dat me niet eens lukt. Nee, echt niet. Ik heb er geen vertrouwen meer in, hoor. De dames twice as nice and please, please me. Nou ja, ze hebben me verteld dat er hulp gehaald wordt. Er zijn er een paar in een rubberboot gestapt. Die varen even naar de Engelse kust. Alles in zo'n wit jasje met van die lange armen. De binnenste armen op, via mijn buik op mijn rug, weet je wel. Kan ik mezelf tenminste geen pijn meer doen. En ik heb ze echt allemaal schoongemaakt gisteravond. Door al die platen, ik heb ze allemaal afgeluisterd. En of er geen dik in zaten, als het wel zo was schoongemaakt en zo. Maar de helft geen moer. Hier is de Little River Band. Why you in so much hurry? Radiovisie.be, Radiovisie.nl, Radiovisie.eu. Drie adressen. 1. Enkele online mediakrant. Dagelijks de snelste actualiteit en de breedste duiding uit binnen en buiten. Maar vooral uit Radioland. En gratis. Radiovisie.be, Radiovisie.be.